Lokeren heeft dit seizoen thuis nog geen punten verloren tegen een team uit de onderste helft van de rangschikking. Maar na de euforie van Oostende weet je maar nooit. Opvallend, Peter Maas zet Harbawi op de bank. Er is wel een basisplaats voor ex-Carolo Onur Kaya. De scheidsrechter is Erik Lambrechts. Gilas. Galvez López. Camel Gilas. Nieuw Algerijn. Goed meegegeven aan Galvez López. Helemaal vrij. Saglik. Schitterende goal van Enes Saglik. Na 2,5 minuut bij de eerste goede aanval staat het al 0-1. Mooie aanval. Goede infiltratie van Galvez López. Niemand oog voor Saglik. Prachtig in de winkelhaak binnen. Saglik scoort tegen zijn ex-club. Fouw. Overmeijer heeft heel veel ruimte. Waarom is het niet schieten? En moet het met links doen? Schitterende bal. Dat kan ik dus ook met zijn minder goede linker. En bij de eerste, ja, een aanval kan je niet noemen. De eerste offensieve bevlieging van Lokeren staat het gelijk. De thuisploeg helemaal niet in de wedstrijd. Veel balverlies. Maar Kilian Overmeijer breekt de band. Grondscherend schot. En dan daar reageert te laat. Want onhoudbaar was die bal niet. Wel heel hard. Onur Kaya achter de bal. Weggekopt door Vervoort. Weggetrapt door Galvez López. Galicios. Goed verlengd. Hier is Persoons. Recht op Mandanda. Nou, we worden verwend in deze partij. Nog altijd maar 14 minuten ver. Kaya. En daar De Pauw. Schitterende volley. Neil De Pauw. Hij viel net te laat. Bovenop de lat. Nog altijd geen kwartier gespeeld. Het had al 3-1 kunnen staan. 18 minuten gespeeld. Het was schrikken voor Lokeren in het begin, maar ze hebben de wedstrijd wel in handen nu. Mandanda met een van zijn typische supersaves. Of het was 2-1. Op de kopbal van Junior Dutra. Nou, dit was een gemaakte goal. Fantastische reflex van Parfait Mandanda. Goed verlengd door Van Aken. Daar gaat De Pauw. Neil De Pauw. Fantastisch doelpunt. Wow, wat een volley. Daarnet had hij pech. En nu scoort hij wel. Het is dan toch 2-1. Na 23 minuten. Eén richtingsverkeer. Richting Parfait Mandanda. Die kan niet alles tegenhouden natuurlijk. Begon bij Coppa. Mooi verlengd. De Pauw in de rug van zijn verdediger. En dan niet twijfelen. Gewoon trappen. Onhoudbaar. Galvez López moet hem laten gaan. En daar zijn we blij om. Want anders hadden we deze mooie goal niet gekregen. Overmeijer van de bal gezet door Gilas. Gaat hij zelf trappen? Nee. Rossini. Hier is Saglik. Hier is Saglik. Bal ligt nu goed, maar recht op Coppa. Hard was het wel. Maar Charleroi wordt gevaarlijk. Dankzij foutjes achterin van Lokeren. Sadli. Alves López. Schots verlengd, dat was niet de bedoeling. En Saglik bijna met zijn tweede. Geweldige save van Barry Boubacar Coppa. Niet makkelijk, want die bal kwam via de grond. Lokeren is heel slap aan de tweede helft begonnen. Eigenlijk zoals ook de eerste helft had aangevat. Bijna straft Charleroi dat af. Sadli. Sadli is Overmeijer kwijt. Gilas haalt achterlijn en bijna Fauré, die 2 minuten op het veld staat met zijn eerste goal in de Belgische competitie bij zijn debuut. Charleroi weer dicht bij 2-2. De Pauw. Persoons voor Van Aken. Mooi in één tijd, Neil De Pauw. Junior Dutra met wat geluk. Dutra, afgeweken bal. En Mandanda die probeert de hoekschop te voorkomen. En daarmee
leidt hij eigenlijk de 3-1 in. Wat een knullig tegendoelpunt. En Lokeren maakte nog niks klaar in de tweede helft. Speelde heel slap. Maar komt dankzij Parfaitman dan daar wel aan het doelpunt. De Pauw, Junior Dutra. Nou, houdt hem wel degelijk binnen, maar krijgt hem niet te pakken. En dan is het persoons heel opportunistisch. Je moet erin geloven dat een doelman zo'n bal lost. Anders komt die goal er niet. 71 minuten ver. Zaglik met de hoekschop. Zatli kan er net niet bij. En dan nog wordt die bal van de lijn gehaald. Koppa krijgt assistentie. Bijna de aansluitingstreffer. 5 minuten nog. Wedstrijd bloedt stilaan dood. Dit zou nog voor een opleving kunnen zorgen. Kaya mag het proberen. Mandanda maakt zijn foutje dan toch enigszins goed. Dan is het kwaad al geschiet natuurlijk. Alles verloopt naar wens voor Sporting Lokeren. 3-1 winst nu ook tegen Charleroi. En stevig in de top 6.